In de afgelopen 2 jaar verdubbelde het aantal Amsterdammers dat zijn woning verhuurt aan toeristen via Airbnb naar ruim 7000. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. En de vraag stijgt nog steeds, ziet ook de KEI. Het mooie eraan is dat de gemeente al mooie spelregels heeft opgesteld. Mag niet meer dan 2 maanden, geen overlast, moet brandveilig zijn. Nou, en eigenlijk kijkt, als je naar dat soort regels kijkt, daar kunnen wij wellicht mee uit de voeten. Dat we misschien kunnen zeggen, nou, waarom zouden onze huurders ook niet af en toe eens een keertje een kamer of een huis voor een maandje beschikbaar kunnen stellen aan een ander? Sinds februari dit jaar mogen huiseigenaren hun woning voor 2 maanden per jaar verhuren via Airbnb aan maximaal 4 personen. Maar woningcorporaties zoals Rochdale, Alliantie en Eigen Haard, eigenaar van vele tienduizenden woningen in de stad, verbieden hun huurders om dit te doen. Het zijn woningen om in te wonen en niet om te verhuren. En we vinden ook niet dat sociale huurwoningen gebruikt kunnen worden voor het maken van winst. We hebben ook woningen in Zandvoort. En daar was het vroeger standaard dat hele families gingen in de zomer, gingen ze in een tuinhuisje wonen. En met die 2 maanden dat ze de woning verhuurden, werd dan de kolenkist weer gevuld. Waarom zou je mensen met een klein inkomen af en toe niet ook een kans geven om wat bij te verdienen? Rijke mensen mogen dat, dus waarom mensen met een wat kleinere hoeveelheid geld? Het gaat niet ten koste van de sociale doelstelling van de corporatie. Dus misschien moeten we die mensen ook maar de kans gaan geven. Daar gaan we eens eventjes diep over nadenken. Binnen een half jaar neemt de KEI een beslissing of ze de verhuur van hun woningen via Airbnb zal toestaan.